Hey, beautiful you. Ik ben in de straten van de Hoefstraat. Ja, hier ben ik ook opgegroeid. Zeker weten, nu sta ik op een kruispunt. Oh, wat doe je, telefoon? Oké, nu sta ik op een kruispunt. Heel bijzonder, hè? Een kruispunt. Wat wou ik delen? Ik wilde iets delen. Daarom liep ik hier en daarom stopte ik even voor de video. Dat is funny. Dat ik hem even... Nou goed, hey, we gaan nu even naar de volgende spot. De Burger Company. Jazeker, want daar hebben ze wifi. Kan ik even mijn video's online plaatsen. En even weer verder naar het volgende spot. You know, the hot spot. Dus ja, dat wil ik even delen. Nu ben ik verder aan het genieten. Oh ja, de bushalte hier. Wauw, als kind stond ik hier zo vaak. Wauw. Oh, bij de Hoefstraat. Wauw. Ja, hier heeft mijn papa gewoond. Oh, bijzonder. Vriend uit de buurt. Fantastisch, wat leuk. De verfkampioen. Tot 70% korting. Ja, dat hebben ze altijd al. Jaren. Toen ik klein was ook. Wauw, mensen. Fantastisch. Even kijken of ik nog iets anders moois kan delen. Was dat hier? Hoefstraat, oh ja. Haha, graffiti art, you know. Ja, artiesten. We zijn allemaal artiesten. Ah, fantastisch. Inderdaad. Je bent een artiest als je dat zelf wilt natuurlijk. Wat ik graag wilde delen. Als kind hield ik graag om van op een gegeven moment om in mijn dagboek te schrijven. Wat ik al eerder heb gedeeld in andere video's. Maar niet iedereen kijkt alle video's natuurlijk. Want het is voor mij belangrijk. Maar goed, toen ik in therapie zat. Toen ben ik ze weer gaan lezen 2 jaar geleden. Mijn dagboekjes. Ja, ik had ook een dagboek van Lion King. Fantastisch. En toen zag ik, wauw, in het dagboek dat, ja, de pijnen. Daar schreef ik over. De liefdesverdriet, daar schreef ik over. Grappig. Wauw, maar wat ik ook schreef, toen ik 13 was, ik had dat papiertje bewaard. Had ik geschreven, later word ik zangeres en danseres. Wauw. Nooit wetende dat ik tot dit punt zou komen. Fantastisch. Oh, de cocon, de basisschool. Ja, hier werkt dus... Hoe heet die lieve man ook? Jan. Ja, daar hadden we contact mee toen in december. Toen ik bij mijn moeders huis was. Toen ik alle oordopzaken aan het regelen was. Omdat ik graag mijn kinderen hier naar school wilde laten sturen. Omdat dit een stadsschool is. Wauw. Maar toen kwam ik veilig thuis. Maar eerst mijn moeder natuurlijk met haar crazy mind en daddy boy. Ja, Tim. Jan was het. Maar goed... Hij had me later toen nog teruggebeld om te kijken. Natuurlijk vroeg, hey, komen je kinderen nog hier op school? Maar hey, toen kwamen we in dat storm, hè, van al die professionals. Dus die niet luisterden, maar alleen naar zieke mensen. Wauw, dat is echt te ziek voor woorden. Dus ja, dit was de basisschool waar ik mijn kind eigenlijk naartoe zou willen sturen. Als alles zou lopen zoals het moest lopen. Maar hey, kijken. Een cocon is een wonderbaarlijk ding. Het is een omhulsel dat bescherming, ontwikkeling en groei in zich draagt. Het is een belofte voor de toekomst. Wauw, natuurlijk. En weet je waarom ik deze school ook had uitgekozen voor mijn lieve kinderen? Omdat de docent van lichamelijke opvoeding... Ja, dat is een oud collega van mij geweest. En ze, ja, dat was in Den Bosch toen we samen bij Vanilia werkten. Ja, zeker weten. Wauw, rijmakers. Yes, ze werkt hier. Als ze er nog werkt, want ja, de corona was er en alles. En we hebben geen, ik heb geen contact meer gehad met Jan. Jan heette die als goed. Ja, weet je, er zijn zoveel namen die ik heb mogen onthouden de afgelopen periode. In het mooie en in het onrecht. Oh, lekker koffie, gezelligheid. Ja, de cocon. Wauw, ja, hè, papa. Heb je dat ook verteld? Dat ik bezig was daarin voor een betere plek? Nee. Maar goed, dat wil ik even delen. Cheers, cheers. Dus, zangeres en danseres. Wauw. En dan ben ik moeder. Met nog andere mooie talenten erbij. En papa heeft dat nooit gezien. Nee. Zie jij dan wel je talent van je eigen kinderen? En dat hoort ook bij de opvoeding, hè? In het belang van de kinderen, zeggen ze dan. Ze hebben nog nooit gehandeld in het belang van de kinderen. Ze hebben gewoon gekeken naar 2 volwassen mensen. En daar hebben ze op beoordeeld. En het mooie was, mama hield een afstand, hè? Voor de veiligheid voor haar kinderen. En dan komen ze mij vertellen in het belang van de kinderen. Nee, dat deden ze niet. Wauw, onvoorstelbaar, hè? Je kan ook zo'n functie doen. Zonder te studeren. Want, oh ja, dat wou ik ook nog delen. Inderdaad, verwarde mensen. Wauw. Wat ik zo bijzonder vind aan mijn lieve vriendin uit mijn kindertijd. Zij zat in het park. Nee, op school. Dat was een feestje voor de kinderen. Wauw. En daar kwam dus een verwarde man. Ja, het stond allemaal in het nieuws.
die pakte haar kind op voor haar gezicht. Het was een verwarde man uit Roemenië. Nou, de politie, ja, de politie weet allemaal wat de politie heeft gedaan. Die heeft die man gewoon verder op straat, paar meter verderop weer vrijgelaten, omdat het een verwarde man is. Ja, kijk, mijn moeder is ook een verwarde vrouw, dus dat doen ze met verwarde mensen. Daar kunnen ze vrij weinig mee, dan alleen maar weer vrijlaten. Maar wat gebeurt er? Kinderen worden beschadigd, want aan de buitenkant zie je niet dat een mens verward is. Dat zie je alleen als je onderzoek doet vanuit binnen. Ja, dus net als wat ik dus aangeef, ik zie het bij mijn kinderen. Ja, verwaarlozing. Dat zie je niet aan de buitenkant. Maar moeder nog niet. Maar het komt vanzelf, hè. Maar moeder ziet alles. En de vader, ja, bij hem zie je het ook niet. Want verwaarlozing, dat zie je van binnen. Ja, ook. Maar dat is waar mensen zich vaak op, ja, miscalculeren. Ja. Oh, hier heeft mijn lieve vriendinnetje ook gewoond. Die ik al heel lang ken. Mijn lieve Ria, wauw, goed mens, ja, die zwanger is. Prachtig. Dat een kind heel mooi mag geboren worden, want dat is mijn wens voor. Maar anyways, dus terug daar naartoe. Ja, dus hoe kunnen mensen op straat hun kinderen veilig houden als verwarde mensen rondlopen en je herkent het niet eens? Weet je, mijn vriendin heeft toen aangifte gedaan bij de politie. En toen zei de politie op een gegeven moment tegen haar, oh ja, je hoeft geen aangifte meer te doen, want hij is het land uitgezet. Nou, weet je wat mijn vriendin toen zei tegen haar? Want ja, ik heb wijze vriendinnen. Hé, hey, we hebben niet van niks op school. We hebben samen bij elkaar in de klas gezeten. Hé, hey, de nerds op de basisschool en nog op de middelbare school. Ja, de Kopenhagen. Havo. Oeh, wat een leuke tijd was dat. Dus ja, zij zei, de grenzen zijn open in Europa. Hé, hey, fantastisch, zij denkt verder. Zij ze dus, mocht hij terugkomen, dan staat het er aangifte doen. Weet je wat de politie zei? Ja, dat klopt wel wat je zegt. Wauw. Hé, hey, ze werkt niet eens bij de politie en moeder komt met dat idee. Oeh. Dus luister, ik werk ook niet voor bepaalde professionals, maar ik zie ook dat ze hun manier van aanpak heel drastisch mogen veranderen. Want ze beschadigen alleen goede mensen in hun manier van aanpak. Want ze hebben mij beschadigd en mijn kinderen. En we waren al beschadigd door de vader en door het verleden. En nu willen ze dat nog steeds verder blijven proberen? Nee, dat gaan we niet doen, hè. Het enige wat wij nodig hebben is een veilige, vrije omgeving. En mijn kinderen weg uit dat giftige omgeving. Zodat we in alle rust weer bij kunnen komen. En genieten van alle mooie dingen en de juiste mensen om ons heen. Combination. Ja, dat staat op dat busje. Dus. Ja, professionals. Ik ben ook een professional, maar een moederprofessional. Die opkomt voor de kinderen en die altijd in het belang van haar kinderen denkt. Ja. Oh. Ciao, ciao.